meer over mijn vakgebied wat er allemaal in speelt. Dus, nou, dat was de commerciële break. En dan gaan we nu kijken naar, wat is eigenlijk OT? OT werd vroeger altijd SCADA genoemd in cybersecurity kringen. Dat is niet helemaal juist. SCADA is voor OT'er iets compleet anders. Het is maar een heel klein stukje van industriële automatisering. Daar vind ik OT eigenlijk een veel betere term. Nou, wat is dan OT? OT, dat kreeg denk ik een jaar of 10 geleden door iemand bedacht, helemaal aangeslagen, staat voor Operations Technology of Operational Technology. En dat was het grote verschil dan met Information Technology. Nou, de dekking is niet 100% zuiver, het gaat meer over monitoring en controle van industriële apparatuur. Wat dat dan verder ook mogen zijn. Sommigen zien het wat enger, sommigen zien het wat breder. Belangrijk is dat voor cybersecurity zijn er eigenlijk twee compleet verschillende werelden. Dus, ik zei al, OT is overal. Het begint 's ochtends als de wekker gaat. Dan doe je het licht aan en dat licht gaat aan. Ja, waarom krijg je dan licht? Want ergens in Nederland wordt stroom opgewekt in de elektriciteitscentrales. En dat werkt. En daarna neem je een douche, dan komt er warm water uit. En waarom komt er warm water uit? Want iemand in Nederland die maakt dat water. Dat wordt dan ook verwarmd en je krijgt gas. En waar komt dat gas dan weer vandaan? Ja, tegenwoordig van olietankers, van niet van olie, maar van LNG-tankers. Dat wordt ergens uit de grond gepompt en naar je huis gebracht. Nou, het water dat je wegspoelt, dan komt er weer met een afvalwaterzuivering uit. En dan wordt met OT al het vuil er weer uitgehaald. Stroom krijg je dankzij alle hoogspanningsleidingen die tot aan transformatorhuisjes bij jou in de wijk gebracht worden en dan naar je huis. En je stapt dan in de auto, je wordt ook ergens gemaakt in Duitsland of in China of in Amerika. In een grotendeels geautomatiseerde fabriek, waar heel veel robots staan en niet zoveel mensen meer rondlopen. Misschien moet je er ook een keer tanken, dan ga je naar het tankstation, waar komt die benzine dan weer vandaan? En die wordt dan in je auto gepompt en daar zitten ook allemaal OT achter. Onderweg kom je nog wat stoplichten tegen, misschien sta je nog een keer in de file en is de brug open en daar zit ook allemaal OT achter. Zo, en dan hebben we al 1 uur gehad vandaag. En dan kom je op kantoor uit, dan begint het wat complexer te worden. Want in de wereld van gebouwautomatisering kom je verschrikkelijk veel technologie tegen, ook allemaal verschillende leveranciers. Het begint bij de toegangscontrole, de verlichting, de luchtzuivering, de verwarming, de beveiliging, noem maar op. En dat moet allemaal met elkaar samenwerken op de achtergrond. En eigenlijk word je met de lift ook weer een stukje OT word je naar boven gebracht. En daar met je pasje scan je de deur en dan gaat de deur open. Zo, en dan uiteindelijk kun je inloggen. Misschien neem je nog wat koffie, maar dat is dan geen OT. Dat is gewoon een koffieautomaat. Dus, dit is dan een gebouw. En je hebt nog allerlei soorten gebouwen. Bijvoorbeeld in een hotel hier is het allemaal nog wat complexer. Want dan willen ook, je hebt dan de gastenwifi heb je erbij zitten. En je hebt nog een wasserij misschien en nog allerlei andere systemen. Ziekenhuizen zijn nog complexer, want dan heb je ook nog alle ziekenhuisapparatuur erin zitten. En allerlei mensen die overal rondlopen en ook overal bij kunnen. Dat is natuurlijk vanwege cybersecurity ook niet altijd praktisch dat iedereen overal bij kan. Maar dus dat is dus de wereld van OT. En dat is alleen maar één gebouw nog. Dus, en wat zijn ze? Lang in gebruik zijn. Die worden niet elke 3 of 4 jaar geüpgraded met een nieuwe Windows-versie. Die staan misschien al 10 of 20 of misschien nog wel langer jaren zijn die in productie. En 30 jaar geleden keken we heel anders tegen cybersecurity aan als tegenwoordig. En heel veel van die systemen, ook bijvoorbeeld netwerkprotocollen, die zijn allemaal ontwikkeld in een tijd dat alles stand-alone draaide. Er was nog geen internet. Ik kom zelf ook uit de tijd dat er nog geen internet was. En als software engineer, je programmeerde gewoon vrolijk op los en cybersecurity speelde geen enkele rol, want dat bestond eigenlijk helemaal nog niet toen. En hackers had je ook nog niet. Dat kwam pas met de eerste MS-DOS-PC's. Dus ook al die oude protocollen die in de OT-wereld gebruikt worden, straks daar nog een voorbeeldje van, die hebben allemaal geen authenticatie, ook geen encryptie, want was niet nodig. En we vertrouwen elkaar toch? Het enige die aan de scene kon komen, dat waren de collega's. En verder eigenlijk helemaal niemand. Dus, maar je ziet ook dat soort systeemeigenaren vaak geen idee hebben wat ze allemaal hebben.
Want het systeem is 20 jaar geleden opgeleverd. En toen waren er wel tekeningen en allemaal bij. Maar in de loop der jaren is al die documentatie is verloren gegaan. Alleen mensen hebben aanpassingen gedaan. Er is een nieuwe apparatuur bijgekomen. Er is oude apparatuur weggegaan. Dan heb ik eens gegroeid en andere dingen aangekoppeld. Het is niet gedocumenteerd. Want ja, er zijn nog 1000 andere prioriteiten die eerst moeten. En in de loop der jaren is de complete kennis verloren gegaan over wat we allemaal in huis hebben. Ik zie dit in mijn eigen werk ook. Als we wel eens bij een klant een proefopstelling uitvoeren om te kijken van hoe het werkt. Ik vraag aan de klant van hoeveel apparatuur heb je? En zegt we hebben dit en dit en dat. En dan ga je meten. En dan blijkt dat ze ongeveer 2 keer zoveel hebben als dat ze dachten dat ze hebben. Ja, en als je niet weet dat je het niet hebt, ja, dan ga je ook geen aandacht aan beveiliging om dat soort spulletjes geven. Dus, nou, ook gebruikelijk is om dingen aan internet te hangen. Je kent wel de Shodan zoekmachine. Nou, daar kun je genoeg OT-systemen op vinden, op merk en ook op stad. En waarom doen mensen dat? Vaak, ja, vaak onbewust, omdat dat kan, maar ook omdat het makkelijk is. Want dan kunnen onze toeleveranciers ook meekijken, bijvoorbeeld voor remote diagnose. En daarna laten ze gewoon de potten gewoon openstaan. Of ja, het is zo makkelijk om van thuis te kunnen werken. Dan kan ik thuis overal bij. En dan hoef ik, zeker de afgelopen jaren natuurlijk, dan hoef ik niet naar het werk te reizen om te kijken wat er in het systeem allemaal gebeurt. Dus ook al zouden we willen dat het anders gaat, dat gaat gewoon jaren kosten. Van pas bij de volgende renovatie van het systeem, dan wordt er weer eens een keer opnieuw naar gekeken. Dus, nou, OT wordt dus ook gehackt. Ik weet niet, was het toevallig gisteren of eergisteren was in het nieuws dat Dracos, een Amerikaans securitybedrijf, die had ontdekt, of die publiceerde erover, dat Russische hackers op zoek zijn naar onze Nederlandse LNG-infrastructuur. Nou, of dat nou waar is of niet, dat weet ik niet. Hè, maar het geeft wel aan, er is interesse in dat soort dingen. Ja, waarom zouden de Russen nou interesse hebben in onze gastoevoer? Ja, dus in deze tijd ga je daar toch weer anders over denken dan een jaar geleden. Nou, het begon allemaal ooit, eind vorige eeuw. Eigenlijk de eerste echte OT-hack, dat was in Marucci. Dat is een stad in Australië. Dat was een personeelslid, die was ontslagen vanwege een arbeidsconflict en die was het daar niet helemaal mee eens. En die had wat spulletjes achter in zijn auto liggen en in de maanden daarna zo, dan deed hij dus via een onbeveiligd draadloos netwerk, dus dingen veranderen, pompen starten, kleppen openen en dat soort dingen. En zo is naar verluid 1 miljoen liter afvalwater de stad ingestroomd. Dus dat zal lekker geroken hebben. Dus na een aantal keren zo te begonnen en toch te denken van, hé, dit heeft niks te maken met kapotte apparatuur. Toen is de politie mee gaan helpen kijken zo. En dan hebben ze de man dan in de kraag gevat, terwijl hij live achter in zijn auto dingen aan het doen was. Dus, ja, het is eigenlijk een beetje een startpunt geweest voor industriële cybersecurity. Nou, het was eigenlijk geen echte hack, hè. Het was gewoon ja, een onbeveiligd netwerk, hè, waarvan de deur gewoon open stond. Eigenlijk kon er gewoon zo bij. Dus, nou, zou je denken, we hebben nog een keer wat geleerd. Nou, goed, ongeveer 18 jaar later inloop ik. In Nederland dus. Daar gebeurde eigenlijk bijna hetzelfde. Dus een matje van de afvalwater, daar, die had een ring. En die wordt hier gebruikt om ultracentrifuges aan te sturen. Ultracentrifuges worden gebruikt om uranium te verrijken. Dat doen wij ook in Nederland, bij Urenco in Almelo. Is dat precies hetzelfde eigenlijk. Daar gaat dus gas doorheen en die worden met een heel hoog toerental draaien die rond, ongeveer 1000 toeren per seconde. En dat is aan de limiet van de mechanische belasting die het metaal kan hebben. En als je daar dus te hard laat draaien of te veel gaat variëren in toerental, dan krijg je metaalmolheid en dan spat hij uit elkaar. En dat heeft de malware hier dus gedaan, door de toerentallen van die centrifuges te gaan variëren. En dan loopt de maan dus ongeveer 30% van de centrifuges uit elkaar geklapt. Waarbij de Iraniërs geen idee hadden wat er aan de hand was. Die hebben daar dus allerlei onderzoeken naar gedaan, hypotheses, extra diagnoseapparatuur aangesloten. Maar ze hadden geen idee dat er malware in hun fabriek zat. Dus. Nou, kan je afvragen, wie heeft die malware dan gemaakt? Nou, dan denk je meteen, met wie is Iran geen vrienden? Nou, bijvoorbeeld Israël, die zouden daar misschien gewoon ook bommen op gegooid hebben. Maar ja, een cyberattack is natuurlijk veel anoniemer en ook niet terug te tracen naar waar het vandaan komt. Dus de consensus is in de loop der jaren van zijn de Amerikanen geweest, die samen met de Israëliërs ongeveer voor een paar miljoen dollar
die malware ontwikkeld hebben. Ja, dus, ja, zo ben ik ook in het vak terechtgekomen. Want ik heb een beetje meegeholpen bij de reverse engineering van die malware. En toen dacht ik van, hé, dat is wel een leuk onderwerp. Ja, zo ben ik dus 5 jaar later van de carrière overgestapt. Dus, ja. Nou, hoe kwamen wij hier dan weer achter? Nou ja, het was een stukje een worm eigenlijk. En die is ook bedoeld om alleen in die fabriek gebruikt te worden. Maar hij is toch naar buiten gekomen. En zo kwam hij ook toevallig ook een keer in Nederland uit. En dat hoorde ik van Symantec. Dat ook in Nederland 150 bedrijven zijn met Stuxnet geïnfecteerd. Dus ook hier was dan bang, hè? Bodewaard, borstelen zo van zometeen liggen die er ook uit. Nou, dat is niet gebeurd. Want die malware die zocht echt naar één specifieke fabriek. Alleen daar werd hij actief. En voor de rest deed hij zich alleen maar, verspreiden. Dus gelukkig. En nou, naar verluid is hij zelf in de International Space Station terechtgekomen. Maar als je echt praat over een airgap systeem, is dat wel het ISS. Maar toch, hè, dankzij een astronaut die een USB-stick heeft meegenomen, is het daar toch terechtgekomen. Daar zie je ook het gevaar van USB. Dus, ja. Nou, naast Stuxnet is gewoon de hele interesse in industriële cybersecurity gewoon geëxplodeerd. Want heel veel hackers, ook onderzoekers, die zagen gewoon, hé, dat is een leuk onderwerp, OT. De systemen die slecht beveiligd zijn en waar je leuke dingen mee kunt doen, draait oude software op. En leveranciers hebben er wijdere interesse in om dat goed te beveiligen. Dus hier kun je makkelijk eer en roem kun je halen. En zie je ook al het aantal CVE's ook, maar ook publicaties en speciale congressen en seminars over dit onderwerp. Er is ook interesse van landen op dit gebied. Ik zei al van, met wie was Iran geen vrienden. Nou, ik denk dat heel veel landen goed gekeken hebben wat je op die manier kunt doen met je potentiële vijand. Dus door zijn vitale infrastructuur eruit te gooien. Dus, en ook in Iran zijn ze ook heel actief in hacken van allerlei spulletjes van andere mensen. Net zoals de Koreanen en de Russen en de Chinezen en de Japanners. En de Japanners, de Amerikanen en de Britten en zo. Dus die horen ook bij het clubje nou. Nou, een voorbeeld daarvan is wat in 2016 gebeurde in Oekraïne. En ja, het lijkt een soort oefening geweest te zijn voor wat later zou gebeuren. In Kiev zat een elektriciteitscentrale. En daar is op afstand is dat ding eens uitgeschakeld door hackers. En dat leuke is, er is ook een filmpje van. Live, waar je kunt zien dat de aanval gebeurt. Dat zie je hier bijvoorbeeld van hier in een schema van de elektriciteitsverdeling in Kiev. En de operator ziet hier dat zijn muis wordt bewogen en hij kan er zelf niks meer aan doen. En die muis begint alle dingen uit te klikken. Alleen transformatorstations in de buurt van Kiev worden allemaal stuk voor stuk allemaal uitgezet. Dus er zat dus gewoon live in het systeem mee te doen. En wist ook wat men moest doen om dus de stroom overal uit te zetten. Dus ja, dat is niet de gemiddelde scriptje die dit doet, zal ik maar zo zeggen. Maar goed, ik kon er dus niks meer aan doen. Er zijn ook van PC's was de hele registry zwaar geweest, dus die PC's kun je dan ook wel verschotten. En van heel veel embedded apparaten was de firmware was geweest, die konden gewoon niet meer opstarten. Dus ja, er was ook niks meer aan te doen. Nou, de enige reden dat ze in Kiev stroom hadden na een dag, was dat die centrales eigenlijk zo oud waren dat ze nog op handbediening gezet konden worden. Dus ja, toen was er weer stroom. Ja, denk je, soms is het niet altijd voordelig als je de meest recente spulletjes in je systeem hebt. Daarna is er verder niks meer gebeurd. Dus iedereen denken zo van, dit is waarschijnlijk een vingeroefening geweest voor later. Ook aan begin dit jaar werd ook verwacht van de Russen zullen qua cyber wel meer aanvallen doen op Oekraïne. Nou, blijkbaar is dat niet gelukt. Misschien hebben de Oekraïners hun cyberdefensie op orde. Dat ze gewoon alleen hacker buiten de deuren houden en dat ze misschien daarom niet allemaal bommen en granaten gooien op al die centrales in Oekraïne. Dat weet ik niet precies. Wie heeft dit gedaan? Ja, dat weten we niemand, maar je mag, ja, educated guess. Het zal niet een scriptkiddie geweest zijn. Dus, nou, weer een paar jaar later had je dit. Dat is ook een heel bekende cyberaanval op industriële infrastructuur. Dat is een raffinaderij in Saoedi-Arabië. En daar zit een heel speciale besturing in, dat heet dan een triconnect.
Dat is een drievoudige uitgevoerde besturing en dat is de last line of defense om te zorgen dat die raffinaderij niet explodeert. Dat heet een Safety Instrumented System, een SIS. En die moet allerlei dingen in de gaten houden en als het niet goed gaat, dan moet hij de raffinaderij stoppen. Dat het geen boom doet. Dus dat zit in alle, ook in premissen hebben dit soort systemen zitten. Dat is je last line of defense als de echte besturing het niet meer, niet meer doet. Nou, hier werd buitenaf, werd hier een malware ingeschreven. Door iemand. Denk je van, ja, met wie is Saoedi-Arabië een vrienden? Nou, denk eens aan Iran bijvoorbeeld. Het is aan de overkant van het water. En waarom konden zij die malware in die besturing schrijven? Is omdat het ding, er zit een sleutelschakelaar op. Hè, die, en die zegt van, wat je ermee mag doen. Die schakelaar stond op remote. En dat betekent dat downloaden van software op afstand mogelijk was. Nou, normaal doe je dat nooit. Die schakelaar had gewoon op run moeten staan. Dan is het read-only. Maar goed, door een gebruikersfout kon die aanvaller kon daar dus bij. En die was dus bezig om dus malware erin te laden. Maar ja, het komt ook voor. Hackers zijn ook maar mensen, die maken ook programmeerfouten. Hij had een foutje in zijn malware gemaakt. En die sturing die zag van, hey, hier gebeurt iets vreemds. En als er iets vreemds gebeurt, dan hebben ze in de chemische wereld maar één reactie. Dat is alles stoppen. Hou het veilig. Dan schakel de hele raffinaderij eruit. Dan kan er ook geen boom gebeuren. Dat is precies wat hier gebeurde. Dus ja. Dus ja, Snijder zei, leverancier van, zei van, ja, stomme schuld van de gebruiker, had hij moeten doen. En dat ding, hij zei, de Triconex deed precies wat hij moet doen, de raffinaderij veilig houden. Nou, je kunt wel een heel veilige wereld hebben, maar dan heb je ook geen productie meer. Dat vinden we natuurlijk ook vervelend. Ja, dus, Nou, vlak na Stuxnet hadden we nog een keer een gevalletje hier in Nederland. En er is een reportage bij de NOS geweest, dat sluizen slecht beveiligd waren. Dit is in Zeeland. En toen had iemand ontdekt dat je de besturing van sluizen en al die andere apparatuur, sluizen, bruggen en gemalen om het water weg te pompen, op afstand kon overnemen. Nou, een goede carrière move van die persoon, Oscar Corot, die is nou de CISO bij een ministerie. Er zat wel een besturing aan en die besturing hing aan internet, hè, want dat is zo makkelijk, dan kan je er overal bij. En er zat een wachtwoord op. Nou, de ding stond in de gemeente Veren, dan mag je één keer raden wat dat wachtwoord was in de gemeente Veren. Ja, nou zo ben je dus gehackt. Hè. Als je dus zo dus je systemen dus paswoord beveiligt. Dan kan men er dus gewoon bij. Dus in een reportage van het journaal hebben ze daar dus verder naar gekeken. En dachten, ja, we moeten ook eigenlijk een spectaculair voorbeeldje hebben. Maar ze durven natuurlijk niet apparatuur in Zeeland aan te vallen. En dan stel je voor dat er iets fout gaat en het loopt dan onder water. En dan heb je het natuurlijk gedaan. Dus hebben ze een onschuldig slachtoffer gezocht, namelijk het leger de Zeils. En die hingen ook aan internet. Met een besturing van de centrale verwarming. En dat hebben ze rond afstand de verwarming uitgezet. En dat was een jaar of vier geleden, in februari, was het -20. Dus dan moet je dus niet met de kachel gaan zitten knoeien. En je ziet ook in een reportage dat de persvoorlichter van de SKA, ja, gisteren, dan was het dus koud. Nou ja, zo kan dat. Dus hang je spulletjes dus niet zomaar aan het internet. Maar dat is wel dus heel makkelijk te vinden. Hè. Showdown kom je er genoeg van tegen. Dus. Nou, het zijn niet alleen de OT-systemen die gepakt kunnen worden, die productie laten stilvallen. Je kunt ook aanval hebben op je IT-infrastructuur. Hè, want die, nou, toch zie je OT-systemen, er zitten altijd PC's bij, een koppeling aan logistieke systemen, koppeling naar andere systemen, en dan kom je toch gewoon weer in de IT-wereld uit. Hier zie je twee voorbeeldjes van aanvallen in de VS, aanvallen niet echt zo. Eentje is van een drinkwaterbedrijf in Florida. Daar zag een operator, die zag op zijn scherm opeens ook de muizen begonnen te bewegen. En daar werd dus opeens natronloog in het drinkwater gepompt. Nee, natronloog, een rioolstopper. Dat is niet goed voor je slokdarm als je er veel binnenkrijgt. Maar de operator zag het, dat heeft meteen dat weer teruggedraaid. Nee. Verder is er geen gevaar voor de bevolking. Maar in Amerika zijn ze zich wel kapotgeschrokken van, ja, je hebt iets van 20.000 drinkwaterbedrijven in Amerika. Of vaak kleinere systemen, waar niet heel veel
cybersecurity expertise in zit om dat in de gaten te houden. Dus dat was wel een grote schrik in Amerika. En vorig jaar had je nog de aanval op Colonial Pipeline, een heel groot bedrijf, die pompen allemaal benzine van Texas naar de kant van New York, dus dwars over Amerika heen, de hele Amerikaanse westkust. En die hadden malware binnen gekregen en daar een hele hun financiële systemen deden het niet meer. Ze konden dus geen rekeningen meer uitsturen en dan zeggen we, dan stoppen we ook gewoon met rondpompen van benzine. Dus in een paar dagen was de benzine op. In de westkust van Amerika. Ja, in Amerika heb je toch echt wel een auto nodig. En als je geen benzine meer hebt, dan heb je een probleem. Dus ook dit heeft heel wat, wat hoofdpijn opgeleverd in Amerika. Dus want, ja, wie zit er achter onze kritieke infrastructuur, de benzine? Ja, dus, ook nog een hack die nog wat effecten had, was de aanval op SolarWinds. Waar een leverancier van een network monitoring software, die bij heel veel bedrijven gewoon wordt gebruikt door de netwerkbeheerders. Een hacker had het voor elkaar gekregen om malware in het broncodearchief te plaatsen. En die broncode werd natuurlijk gecompileerd en dan kan de malware dus mee bij alle klanten van SolarWinds. Dus bij alle 18.000 klanten kwam dat dus ook terecht, waaronder bij Microsoft. Alle Amerikaanse ministeries, ook enkele Nederlandse instanties. Ja, reuze makkelijk. Je hoeft maar één keer iets te hacken en dan kom je vanzelf dus binnen. Nou, logging. Dit wordt ook heel veel gebruikt in OT-systemen, want ja, daar zitten ook netwerkbeheerders die willen weten wat er gebeurt. Ja, door de meest actuele update automatisch te laden. Hè, dat wordt in ieder geval dus tegen je gebruikt. Ja, dus, Ja, het kwam ook bij FireEye uit, een gerenommeerd cybersecurity bedrijf. En ja, die kwamen pas na 8 maanden achter dat ze het in huis hadden. Dus zelfs voor de topbedrijven in ons vak was het niet duidelijk dat ze het hadden. Pas na 8 maanden pas, omdat ze af en toe een keer iets raars zagen. Dus aan de detectie van sommige dingen kan ook nog iets verbeterd worden. Nou, wat is nou allemaal anders in OT dan in IT? Nou, ik heb hier een aantal aspecten opgeschreven. Gewoon technische verschillen. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen, je kunt het zelf lezen, maar als je even kijkt naar de bovenregel. Hoe vaak ik nog Windows NT en XP tegenkom in OT-systemen. Zelfs in Nederlandse infrastructuur. Ja, dat staat daar nog steeds. En waarom staat dat daar nog steeds? Ja, het is niet vervangen, want er komen heel veel redenen, geen geld en dat soort. En hij doet het toch. Ik heb zelfs een keer een fabriek gezien, daar draait nog een Windows 98. Ja, heel tevreden tot tevredenheid van de eigenaar. Ik denk, ik kan geen USB aan. Dat had je toen nog niet, dus daar heb je dan geen last van. En heel veel websites kun je niet bezoeken, want de browser is te oud. En dat soort dingen. Dus, ik zou toch even denken van... Maar we hebben ook heel veel verschillende protocollen. Hij kent wel TCP/IP en de hele familie. Nou, als we iets anders doen in de OT-wereld, is een eigen protocol bedenken. Ik ben ooit een keer een telling gestart. Ik ben gestopt bij de 500. Zoveel verschillende protocollen zijn er allemaal. We werken ook klaar met unmanaged switches. Je hebt geen idee van wat er allemaal is. Statische IP-adressen. Viruskerners willen we niet, hè, want dat geeft problemen met de performance. En bovendien waar kun je nog een viruskern krijgen die op Windows XP draait. En die actueel is, ook niet meer. Ja, dus patching doen we niet. Daar kom ik straks nog op. En multifactor kan gewoon niet in al die kleine embedded apparaatjes. En dat soort dingen. En ook heel belangrijk is, en daar kom je echt heel veel tegen in OT-wereld. Er is maar één ding belangrijk in OT-wereld, dat is productie. Productie, productie, productie. De eerste 1000 prioriteiten zijn productie en daarna kom jij. Als jij iets wilt doen in het systeem. Dus dat maakt het ook lastig om een beetje bij te blijven. Nou, als we het hebben over protocollen, dan heb ik hier wat lijstjes. Hè. We kennen bijvoorbeeld al bekende IT-protocollen. Die kom je ook tegen in de OT-wereld. En daarnaast hebben we heel veel dedicated OT-protocollen. Bijvoorbeeld BACnet. Is voor Building Automation Control. Hè. Speciaal gemaakt voor gebouwen. DNP3 is gemaakt voor de elektrische industrie. EtherCAT is voor high-speed machines. Foundation Fieldbus is voor de procesindustrie. Dus heeft elke branche industrie heeft wel zijn eigen setje aan protocollen. Sommige zijn gestandardiseerd, andere niet. En we hebben ook nog heel veel leverancierspecifieke protocollen. Waarvan elke leverancier er wel eentje heeft. Al dan niet vanuit uit de historie.
Daarvan zijn zo'n enorme lijst. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld hier helemaal bovenaan bijvoorbeeld, waarom heeft bijvoorbeeld AWB zoveel verschillende protocollen? Dus zeggen, zou voor hun bedrijf nou eentje niet genoeg zijn? Nou, hier zie je bijvoorbeeld fusies. Ze hebben in het verleden ooit bepaalde bedrijven opgekocht. Dan krijgen ze ook het protocol erbij. En dat zal de komende 20 jaar nog wel zo blijven. Die worden maar heel langzaam dus uitgefaseerd. Dat maakt het dus ook lastig. Hè? Als je zegt, ik wil bijvoorbeeld, wat gebeurt er in mijn netwerk? Kun je al die protocollen herkennen? Zijn er firewalls die al die protocollen kunnen herkennen? Daar zal ik een voorbeeldje van geven. Nou, heel veel van die oude protocollen komen allemaal uit de jaren 80 en 90. Toen het over een serieel draadje ging, RS-232, RS-485. En die worden vaak gewoon één op één geporteerd naar TCP of naar UDP. Met ook alle zwaktes die er toen in zaten. Geen authenticatie, geen encryptie. Iedereen mag gewoon alles. Dat is allemaal niet erg. Als je helemaal erg hebt, draait. Maar dat willen we niet. Alles moet tegenwoordig aan elkaar hangen. Ze kopen zo'n kastje. Een serieel naar Ethernet converter. Dan kan ook die oude netwerk ook aan Ethernet hangen. En dan kan ik er toch van buitenaf bij. Dus iets wat vroeger super veilig was, is door zo'n kastje van een paar honderd euro, kan opeens dus een heel groot lek worden. Dat realiseren mensen zich ook niet. Makkelijker is zo'n kastje, kan dan opeens ook overal bij. Ja, een hacker ook. Dus, verder zie je ook heel veel verschillen tussen IT en OT afdelingen en conflicten. De OT-afdeling wil maar één ding. Die willen product draaien. Die willen helemaal niet dat er iemand langskomt die je PC's wil updaten, want dan doet misschien de software het niet meer. Dus blijf van die PC af met waar nog Windows XP op draait. Dus bij mijn vorige werk kan er ook een nieuwe systeembeheerder. En het eerste wat hij deed op zijn tweede dag, die oude XP-PC, die sloop ik van het netwerk af. Nou, wordt meteen teruggefloten door de directie, want dan hebben we geen productie meer. Dus terug in je hok, jij blijft van die XP-PC af. Dan verder heeft de IT-afdeling ook helemaal geen kennis van OT-systemen. En dat willen ze heel vaak helemaal niet. Want ze vinden vaak OT, dat is oude troep. Dat is de alternatieve afkorting. Die willen niet met dat soort dingen werken. Dus laat de OT-afdeling het zelf maar doen. En de OT-staf die kijkt er ook heel pragmatisch naar van, we mogen allerlei dingen niet. We mogen niet met USB-sticks werken. Maar ja, ik moet toch dat bestandje erop krijgen. Dus wat doen ze dan? Ze doen het toch. Dus of geven alle systemen of alle machines op de vloer hetzelfde wachtwoord bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Want dan kan elke operator, kan welke shift die ook zit, kan altijd gewoon inloggen. En dat wachtwoord wordt ook nooit veranderd. Dat is een beetje lastig nog in sommige bedrijven. Dan willen we een keer gaan patchen. Nou, je weet het, Patch Tuesday. Elke twee dinsdag van de maand, dan komen ze langs op je PC. En... behalve in de OT-wereld. Want als je gaat patchen, een apparaat, dan moet je hem vaak stoppen. En daarna moet hij een keer gereboot worden. Als je apparaat gaat rebooten, dan is hij even uit de lucht. Ja, dan kan je machine kan dat niet draaien, want een van de vriendjes op het netwerk is weg. Een OT-netwerk, iedereen moet er zijn om je systeem te laten werken. Je kunt niet zomaar een apparaat uitschakelen en denken van er komt nog steeds productie uit. Dus iedereen moet dus werken. Dus één apparaat zomaar. Gaan patchen en stilleggen. Ja, zijn ze in de productie, zijn ze daar dus niet blij mee. Dus, je mag wel patchen. Misschien tussen kerst en nieuw. Dan gaat je vakantie. Of als er een productie stoppen, ligt bijvoorbeeld een Shell en Pernis. En die zijn gewoon een half jaar uit de lucht. Dan is het tijd om te patchen. En dan komen er 5 jaar niet meer. Dus dan moet je dus iets anders kunnen verzinnen. Je wilt ook nooit automatisch patchen. Want dan begint hij op een willekeurig moment, op de dag, begint hij te rebooten. Ja, dat wil je ook niet. Dus het moet altijd met de hand gebeuren. Nou, verder ben je al blij als je een patch krijgt. Want die apparaten zijn zo'n 10, 20 jaar in gebruik. Maar de leverancier is 10 jaar geleden al gestopt met de ondersteuning ervan. Ja, dat is toch wel lastig. Dus je hoort een nieuwe kwetsbaarheid, maar je leverancier zegt, je moet een nieuwe kopen. Ja, die kom je wel tegen in sommige vakgebieden, bijvoorbeeld in de chemie, bijvoorbeeld in de raffinaderij, maar bij heel veel OT-systemen niet. En bovendien is die redundantie is ook gemaakt voor een reden, dat je productie door wilt kunnen draaien als een besturing uitvalt.
Dus wat je nou gaat doen, dus één besturing wil je dus gaan patchen, maar nou, dan ben je wel die redundantie kwijt op dat moment. Even een half uurtje. Dus ja, wat is de kans dat het dan fout gaat? Ja, heel klein waarschijnlijk, maar ja, je moet daar een bewuste keuze maken. Dan kan het wel. Het gaat wel vaak fout bij de overgang, als je dus weer van de redundantie versie gaat. Kan ook, ja, dan moet de leverancier goed getest hebben als het goed is. Ja, als het goed is, ja. Ja. Ja, je noemt wat, hè? Testen. Ja, ja, dat is complex. Nou, ik heb zelf eens een keer een leverancier gehoord die als de klanten adviseren van patchen, doe maar niet. Het geeft meer downtime dan de hackers geven. Nou, op zich vind ik dat niet eens een advies, want als je goed wil patchen, dat is best wel moeilijk. Je moet er best wel veel aandacht aan besteden, aan het uitzoeken en het testen van tevoren. Ik weet bijvoorbeeld bij GasUnie in Groningen, daar hebben ze dat kantoor met al die rare hoeken erin langs de snelweg. Alles wat ze in het veld hebben staan, hebben ze daar ook in een lab staan. Ze kunnen dus alles testen in een eigen lab, voordat ze het uitrollen. Ja, dus dat is wel fijn, maar kost natuurlijk wel wat centjes. Maar goed, is voor de levering van gascontinuïteit natuurlijk wel belangrijk. En daarom doen ze dat. Dus, ja. Scannen. Een scannen van je netwerk op open poorten. Nou, als je iets doet in OT, dan niet. Ja, want ja, dat wordt gezien als gevaarlijk. Het geeft extra belasting op je netwerk. Die draait vaak een heel... cyclustijd, heel constante cyclus. En dan opeens die cyclustijd opeens gaat veranderen, dan kan je niet meer op tijd reageren op externe gebeurtenissen. Dus, er komt ook wel eens voor bijvoorbeeld dat apparaten crashen. Ik ken bijvoorbeeld een bekend Duits merk. Als je daar een ping op doet, dan crasht die. Nou, hoe krijg je het om elkaar? Ping hebben we al 40 jaar om daar nog op te crashen. Wat is nou simpeler als een ping? Maar goed, je besturing ligt daar wel uit. En je productie dus ook. Dus, je kunt ook invloed op apparaten hebben. Collega's van mij waren laatst bezig om een actieve scan te doen naar bepaalde type printers. En tot een verbazing, elke keer als je dat apparaat dan een berichtje stuurt, dan komen er 3 velletjes A4 aan erop. Ja, ik ben een printer, ik moet printen. Ja, dus dan kom je software, er ligt een hele stapel papier op te printen, want je hebt je software getest. Dus, daarom zeggen we eigenlijk, ja, liever niet actief scannen. Nou, dat is langzaam aan het veranderen, hè, want we krijgen toch wat meer met volwassene protocolstacks te maken. Ook heel veel engineering tools die kunnen dit ook. Dus het wordt min of meer standaard. Wat we ook doen met actief scannen is niet zozeer kijken welke poorten er open staan, maar wat kun je voor informatie uit het apparaat halen. Wat is de leverancier van het apparaat? Welk type apparaat is het? Welke softwareversie zit erin bijvoorbeeld? Daarvoor wordt heel veel actief scannen gedaan. Maar dan kun je weer matchen, bijvoorbeeld zijn CVE's bekend voor dat apparaat met die softwareversie. En dan kun je daar weer actie op ondernemen. Maar dus, nou, waarom doen we anders zo moeilijk? Kun je niet een firewalletje kopen? Dat kan wel. Alleen heel veel firewalls hebben totaal geen enkele kennis van al die honderden OT-protocollen. Die trouwens ook heel vaak niet TCP/IP gebaseerd zijn, vaak level 2 protocollen zijn. Ja, wat kun je dan nog instellen aan een firewall? Ja. Bovendien mag de firewall maar geen vertragingen introduceren in het doorsturen van het netwerkverkeer. En wat hij zeker niet mag, is netwerkverkeer blokkeren. Ja, want dan komen bepaalde commandos komen niet meer aan op je systeem. Stel je voor, je hebt een firewall in je auto, je drukt op de rem en de firewall zegt, nou ga even niet remmen. Nou, als je dat in een productiesysteem doet, ja, dan kunnen er misschien ook wel dingen verkeerd gaan, kapot gaan of het kan boom doen. Dus, nou, er zijn wel enkele, ik ken er 2 toevallig, er zijn er nog meer. Echte industriële firewalls, die hebben ook kennis van allerlei industriële protocollen. En die kunnen dan ook met deep packet inspection kijken, ook wat gebeurt er in mijn netwerk, wat zijn gevaarlijke acties die hier gebeuren. Als je bijvoorbeeld zegt, ik wil bijvoorbeeld een besturing, ik geef hem een stopcommando. Dan wil je misschien deleteren. Nou, dat kan dus met die firewalls die met deep packet inspection dat aankunnen. Dus, deze dingen hebben trouwens ook speciale aanpassingen. Dus hier bijvoorbeeld een voeding aansluit, geen 220 maar 24 volt, die op een schroefje kan vastschroeven, dat hij niet los kan trillen. Hoge temperatuurbereik, geen ventilator en dat soort dingen. Specifieke OT-eisen die je bij heel veel andere firewalls niet tegenkomt. Nou, de moderne plaag is ransomware. Ransomware komt natuurlijk binnen op pc's. Nou, die heb je ook in productieomgevingen. We kennen vorig jaar bijvoorbeeld de hack bij VDL in Eindhoven. Grote toeleverers hier onder andere ook van ASML.
had best wat impact bij VDL. Ja, dus dat is dat weer operationeel. Je begon wekenlang op papier gedraaid. En vergaderingen fysiek op kantoor. Rekeningen, stuur maar een brief. Ja, zo gaat dat dan. Ja, dus, ja. Trouwens, in april is ook een van de Oekraïnse hacker. Die had de e-mailforum van de Conti-hackersgroep ontdekt. En die heeft die publiek gemaakt. Dus, toevallig heb ik ook een Russische collega. Die kan het ook lezen, dus wat er allemaal in staat. Ook de Conti-hackersgroep. Die is ook echt op zoek naar OT-systemen. Waarom dan? Ja, daar kun je makkelijker binnenkomen. Ja, dus dat is ook het doel dus van die jongens. Ja, dus, ja. Nou, je hebt ook vaak Windows waar je het niet verwacht. Bijvoorbeeld als je straks naar een geldautomaat gaat en je haalt je geld eruit. Wat zit er achter dat scherm? Er zit een Windows-systeem. Heel vaak op Windows XP. En dat zie je ook vaak in industriële besturingen. Hier zie je bijvoorbeeld een apparaat van Siemens om bijvoorbeeld een CNC-machine mee te besturen. Er zit dan een C-numeric en dat heet dan C-numeric. Maar weten mensen dat er Windows in zit? Nee, helemaal niet, want die start gewoon op en dan komt gewoon een mooi scherm. Dan zie je gewoon een C-numeric applicatie. En die hebben totaal geen idee dat ze het spul in huis hebben. Maar ja, er is dus wel malware op binnengekomen, een ransomware. En opeens liggen al je CNC-besturingen eruit. Dat is een voorbeeldje wat ik op LinkedIn tegenkwam. Ja, zit er nog vooruitgang in het vak? Jazeker wel, gelukkig. Er is heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar standaarden, er is een standaard, niet de ISO 7000, maar de IEC 62443. Ja, die is een jaar of 15 geleden speciaal ontwikkeld voor industriële systemen. En er staan iets van 150 controls in, een aantal security levels en wat je moet doen, welke processen je moet inrichten en dat soort dingen. Dat is in die standaard beschreven. Dat is dé standaard voor industriële cybersecurity. Nou, heel veel leveranciers nemen cybersecurity ook steeds serieuzer, gelukkig. Maar het kan nog wel sneller gaan. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld Siemens, wiens apparatuur in die Stuxnet-plant zat. En Siemens zei eerst van, allemaal schuld van de gebruiker, had hij niet moeten doen, had hij met USB moeten werken en dit soort dingen. Die zijn helemaal om. Siemens is dé leverancier op dit gebied die het meest actief is op cybersecurity. En elke maand zie ik wel 30 of 40, 50 CVE's voorbij komen van nieuwe kwetsbaarheden in hun product. En bij andere leveranciers zie ik nog steeds helemaal niks. Dus dat kan gewoon niet. Twee bedrijven die even groot zijn, waar de een heeft 50 CVE's per maand en de ander 0. Dat zijn dus allemaal programmeergoden die helemaal geen enkele fout maken in de software. Ja, het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Ja, ze vertellen gewoon niks. En als gebruiker weet je dus ook niks. Ik heb dat merken, maar ik heb geen idee wat er aan de hand is. Iedereen denkt, Siemens, wat een shit, heel je 50 TV's. Ja, ze vertellen het wel. Je kunt er iets aan doen, dat vind ik belangrijk. Dus, nou, we hebben ook echt dedicated OT security providers. Bijvoorbeeld Forescout, een aantal collega's van mij. En ook een heel twee bedrijven die zich specifiek met OT cybersecurity bezighouden. Bijvoorbeeld Hudson Cybertech in Den Haag en Upright Risk in Amsterdam. Sinds kort alleen overgenomen door andere bedrijven. Dus, meer aandacht vanuit de overheid, de Nederlandse overheid, Europese overheid. De NIS-wetgeving die eraan komt in 2024, die heeft heel veel bedrijven. Productiebedrijven consequenties, dat hadden ook in consumentenproducten. We hebben ook een nieuwe OT Cybersecurity Conferentie in Nederland. Dat is van de FAI, die was toevallig twee weken geleden. Moet weer een jaartje wachten, want dat is ook heel hard gegroeid. En dat is echt bedoeld voor eindgebruikers, niet voor hackers. En je hebt heel veel conferenties, maar eigenlijk bedoeld voor hackers en professionals. Maar het is echt bedoeld voor eindgebruikers op dit gebied. Ja, en ook de reden dat je weet dat het vakgebied sexy begint te worden. Ja, daar is geld mee te verdienen. En opeens iedereen vindt opeens, ik ben ook een OT-expert. Dus ja, dat is toch wel lastig. Hè, want ja, je hebt best wat kennis nodig om goed te weten wat dit vak anders maakt. Dus, nou, wat kun je als gebruiker doen? Ik zeg, begin met trainen. Awareness training, wat je wel en niet moet doen. En ook iets heel speciaals. In de OT-wereld kennen ze iets dat heet qua onderhoud, preventief onderhoud. Dat je apparatuur gaat onderhouden, bijvoorbeeld opnieuw smeren, onderdelen vervangen en dat soort dingen, voordat het kapot gaat. En dan ben je niet meer event-driven. Nou ligt de productielijn eruit. En dan is het allemaal in je nek te hijgen, want de lijn moet wel lopen. De hele productiestaf staat te niksen. Dus daarom zeggen ze, doe het onderhoud van tevoren, op momenten dat het jou uitkomt.
Nou, dat kun je ook doen met cybersecurity. Ja, dus dan maakt het makkelijker te acteren, maar ja, ze kennen het paradigma al, hè, preventief aan dit soort dingen kijken. Dus, zeg ook, zoek uit wat je hebt qua apparatuur. Segmenteer, patch en log. Dat betreft is niks anders dan in de IT-wereld. En maak backups. Hè. En ook verdedig je backups. Je weet in Maastricht, de Universiteit van Maastricht 3 jaar geleden, de backups zijn ook gemist. Ja, dat is niet fijn. Dus, verdedig je backups. Dus, en een voorbeeldje, je kunt bepaalde trainingen volgen. Dit is bij een bedrijf in Israël. Die had ook een vestiging hier op Schiphol, maar die is weg. Die hebben ook een stukje productiepland. En daar ga je met je hele team naartoe. Je collega's, de baas gaat ook mee, de projectleider, de secretaresse gaat ook mee. En dan word je onder vuur genomen door hackers die achter de achterwand zitten. En die proberen jouw productie stil te leggen. Opeens loopt er water over de grond, er gaat rook door de kamer heen. Sirene begint te loeien om de stress erop te krijgen. En zij kijken dan met psychologen ook hoe werken de mensen samen om het event uit te werken. Dus echt heel militair. Maar zo proberen ze een team te bouwen. Nou, als je in OT samen zit, hoef je het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden hoor. Ik zei al, er is de 62443 norm, maar het is ja, een beetje groot soms. We hebben ook twee heel specifieke Nederlandse varianten ervan. Eentje is de cybersecurity implementatierichtlijn, die is van Rijkswaterstaat. Van hoe zij aan hun leveranciers opleggen wat er gedaan moet worden met systemen die je aan Rijkswaterstaat wilt leveren. Nou, die versie 3.4 is het vorig jaar uitgekomen. Ontdaan van jargon, ontdaan van overheidsspecifieke dingen. Ja, dus het kan een stapje zijn. Als je dat nog te veel vindt, heb je nog, dat is op de One-conference gelanceerd laatst, was de baseline voor Industrial Automation Control Systems. Een documentje van 27 pagina's maar. Er is nog 120 controls in staan, dus het is toch nog wat werk. Dus als opstapje naar OT cybersecurity implementatie. Ja? Nee, dat ken ik niet. Nee. Nog zo eentje, oké. Okay. Maar goed te weten. Ook een leuk initiatief wat 2 jaar geleden begonnen is op de S4-conferentie. Dat is de grootste OT-conferentie die er is in de wereld. Die is in januari weer in Miami. En er heeft iemand een verhaal verteld van ja, dat ook PLC-programmeurs iets kunnen doen. Door ook de manier waarop ze programmeren een applicatie. Om het systeem zo resistent mogelijk te maken tegen hackaanvallen. Nou, er is een aantal vrijwilligers, hebben dat opgepakt. En die hebben daar een top 20 cybersecurity tips gemaakt. Maar wat kun je als programmeur doen om je applicatie zo veilig mogelijk te maken? Dat groeit nog steeds. Op deze website, plcsecurity.com. En dan kun je dat gewoon lezen. En de vorige spreker zei het ook al, je moet niet alles copy en pasten. Je moet goede voorbeelden hebben. Nou, die proberen ze daar dus aan te leveren. Als je zo'n probleem hebt, dan pak je dat zo aan. En dan programmeer je dat zo veilig mogelijk. Dat is een leuk initiatief. Hè, van, ja, wat kun je zelf doen? En niet alles aan de IT of OT jongens overlaten. Goed, ik zie, mijn tijd is precies op. Dus... ja, ik weet niet of er nog vragen zijn tot zover. Als loop ik de hele dag hier nog rond. Ja, we hebben natuurlijk gezien dat we systemen niet zomaar het internet moeten aansluiten, dit soort systemen. Anderzijds, ze helemaal geïsoleerd houden geeft een hele hoop beheerproblemen. Ja. Zijn er voldoende voorbeelden, policies om een veilige ontsluiting wel te kunnen regelen? Met bijvoorbeeld edge-systemen met two-factor en dergelijke. Ja, die zijn er wel. Die zijn er wel. Maar dan moet je dat dus wel doen. Een DMZ inrichten en toch 2-factor inloggen van buiten. Of zelfs 2 keer 2-factor inloggen. 1 keer om te kunnen inloggen. En 2e keer om naar je werkopdracht te kunnen gaan en dat soort dingen. Werken met datadiodes is ook nog zoiets. Dan kun je data inkrijgen of data uitkrijgen, maar niet alle 2 tegelijkertijd. Alleen het prijskaartje is een beetje het probleem. Dus, en die werken ook niet vaak met OT-protocollen, maar er zijn zeker mogelijkheden. Kan, ja. Hilde. Heb je wel eens een werkende implementatie gezien met een datadiode die lezen en schrijven scheidt? Dus dat je de datadiode gebruikt om het lezen, het supervisory gedeelte goed in te richten. En dat je het daadwerkelijke schrijven aanstuurt, dat je dat bijvoorbeeld daadwerkelijke air-gapped houdt.
Ik heb het niet uit eigen ervaring. Ik weet wel dat er bidirectionele datadioden staan. Ja, dat klinkt een beetje raar, hè? Bidirectioneel. Maar het gaat om, ik weet, Siemens heeft bijvoorbeeld een bidirectionele datadiode, is dat je het ene protocol kan uit en iets anders kan erin. Maar niet dezelfde TCP-IP-connectie die dan bidirectioneel is. Dat is nog steeds verboden. Alleen, ik zei, datajodes zijn duur. Ik weet van mensen, klanten die hebben een test gedaan met de datajode van Fox IT. Dat is dus wel Fox IT, dat het merk, een 5-cijferige prijskaartje. Maar het doet het niet met OT-protocol. Er is een initiatief geweest van de Hague Security Delta om een $100 datajode te ontwikkelen. De open source datajode 3 jaar geleden, maar die is er nog steeds niet. Dus, Ja, kan me voorstellen. Ja. Dus, dat denk ik waarom de Fox IT zo duur is. Maar, ja. Ik had een vraag over dat plaatje van dat kantoor wat je in de tweede sheet had. Ja. En dan werd ik een beetje getriggerd door van in de meeste gevallen worden al die OT-systemen die in dat kantoor zitten, die worden dan ook nog allemaal uitbesteed aan allerlei verschillende bedrijfjes. Ja. Is er ook al een beetje nagedacht over hoe je dat nou het beste kan bundelen en managen, dat je dus inderdaad met 25 verschillende bedrijfjes die allemaal op een andere manier toegang willen en hoe je dat dan managt als IT-man? Ja, ik denk dat elk gebouw dit betreft anders is. Ja, en elke leverancier heeft ook zijn eigen systemen, zijn eigen protocollen, dat maakt het ook lastig. Dus, Nou, het enige wat ik weet, maar dan is het niet over gebouwen, maar over tunnels. Hè, want die zijn nog complexer als gebouwen. Dat daar dus dan vanuit Rijkswaterstaat dus wel dingen zijn. De laatste twee leuke voorbeelden, Piet Hein en de ketel. Die tunnels. Ja. Ik weet ook die tunnel hier bij Utrecht zo, ja, onder de A2 zo, ja, die was dus helemaal klaar, zegt de burgemeester. Ja, ik vertrouw het toch niet helemaal. Hij mag nog niet open. En terecht, denk ik. Heel erg herkenbaar. Ja, hierachter. Oh, ja, ik zie, ja. Ja, jij moet tegen het licht in kijken natuurlijk. Heel erg herkenbaar. Ik had 2 opmerkingen. De eerste is, je zei die koffiemachine, die dan nog niet. Jawel, die zit ook aan dat OT-netwerk tegenwoordig. In ieder geval wel bij alle bedrijven die ik de afgelopen tijd heb gezien. Ja, dat kan. Ja. Als het kan, en je wil niet weten wat voor problemen dat veroorzaakt. Ja. De tweede opmerking is inderdaad ongelooflijk herkenbaar, maar wat je misschien iets te weinig benadrukt, is nog dat die apparaten, die hebben dan 1 netwerkpoort. Die netwerkpoort die wordt gebruikt om data uit te wisselen. Dat gebeurt via een SIFS-share. Dit gebeurt op bijzonder onveilige manieren. Je moet allerlei beveiligingen uitschakelen om het überhaupt werkend te krijgen. En ondertussen wil via diezelfde netwerkpoort wil die leverancier via een VPN naar binnen komen. Waarmee je hem dus eigenlijk toegang geeft tot je hele netwerk. En dit is helaas redelijk standaard in mijn ervaring. Ja. Ja, dat verbaast me niks. Dus, dan zouden we dat nu misschien anders doen, hè? Maar ja, je zit met iets zoals het toen gemaakt is. Dus, Oké, daar wilde ik het bij laten voor wat betreft vragen. Ik neem aan dat Rob nog aanwezig blijft gedurende de conferentie. Ja. Dus. Ja.